working on to what I want. I cannot see whomever I choose. I can't eat my dinner in a fancy restaurant. 'Cause never, I said never have we had such a blues. When that crisis occurs, the actions that are taken depend on the ideas that are lying around. Until the politically impossible becomes the politically inevitable! I'm Darth Sidious. And this is my masterclass. Caleb speaking. Now, as you know, we are looking for patient zero. Now, something really, really nasty just bit me. Now, the first thing I'll have to do is suck out the poison. Hi. Hoi, this is your truthful adventurer. Michaelab speaking. To be really frank with you, I'm not feeling very well. I've just ran out of water and... I'm so sorry. I'm so sorry, Dad. I thought I could discover the world like the great British explorer Francis Bacon. I thought I could conquer the steepest valley and the highest mountain. But no. Why? Why me? Why me? And why are these goddamn plants always in my face? Okay, 3, 2, 1, it's jam. Er was een tijd dat we allemaal veel te doen hadden. Dus in deze les maken we er tijd voor om te beseffen dat dat nu niet meer kan. Maar die tijd, lieve schatten, die tijd is van jou. Neem jullie agenda in de hand. Ja? Iedereen zijn agenda? Goed, oké. Blader er even doorheen en vertel mij wat jullie deze week te doen hadden gehad, mocht alles nog normaal geweest zijn. Doe maar, laat maar komen.
Oké, jongens, hou jullie mond! Dus, oké, jongens, volg mij. We nemen ons pistool. En we zien de L van... Laat mij rust. Halt! What's up, G's? This your boy, this the one and only, this destiny op je beeldscherm. Het zijn barretaden, niet alleen voor de jongens, ook voor de meiden. Kijk, die kippetjes, die meiden lopen nu gewoon los op de straat. Die komen gewoon uit hun huis, die komen gewoon, die willen gevangen worden. Hier is even gewoon een shout-out naar elke meid, elke kip die ik heb gedaan. Sharon, Mendiano, Alexo, jullie zijn het, kijk. Als er andere kippetjes naar mij rennen willen komen, duur me gewoon op mijn bericht. App me, 0489409826 op die beach. Ah, kip, bang, bang. Dit is your boy Destiny, over and out. Tell the people what you're here for. Hey, this is your boy Destiny. Ik wil graag mijn excuses aanbieden aan alle kijkers van Quarantaine TV, alle mensen die de inzendingen hebben gedaan. Ik heb nooit bedoeld om vrouwen te vergelijken met legbatterijen. Ik weet hoe heftig het is, of ik weet niet hoe heftig het is om een vrouw te zijn die alledaagse druk om te gaan. Ik wil mij er gewoon even voor excuseren. Ik hou van alle vrouwen. Het is je boy Destiny, over en uit. I like my sugar with coffee and green. Plato, de filosoof, aartsvader van het idealisme en grondlegger van een van de eerste instituties voor hoger onderwijs. En hij heeft een nieuw boek uit. De ideale staat. Meneer Plato, hoe staan de zaken? Het gaat slecht met de wereld. Verder gaat het goed. Een filosofisch antwoord. Meneer Plato, het is daar nogal donker. Ik zie u bijna niet. Ja, het zonlicht dringt niet door tot hier beneden. Alvorens we in uw nieuwste boek zullen duiken, zou ik willen beginnen met een citaat uit een van uw vorige werken. Kennis is herinnering. Yep. Herinnert u zich nog, meneer Plato, hoe het voor u ooit begon? Ik hield een dagboek bij, als kind. Maar dat heb ik weggesmeten. Ik wantrouw het geschreven woord. Het geschreven woord leidt ertoe dat we alles vergeten. We vergeten alles. We zoeken waarheid en kennis buiten onszelf, in vreemde lettertekens, in plaats van in onszelf. Een schijnwereld, een schijnwaarheid, een vergankelijke wereld en dus een vergankelijke waarheid. Wat de ene dag waar is, is de andere dag vals. Kijk, het boek doet er niet toe. Het boek dient alleen maar om de zaken terug even op te frissen. En eenmaal je alles terug weet, dan kun je het boek uit het raam kieperen. Peter? Waar ben je dan? Oh, daar. Hola amigos, yo soy Pedro, también conocido como Porro. Quarantena TV. Hoy yo luto contra la injusticia. ¿Cómo? ¡Para de posta! ¿Qué estoy haciendo? Yo pongo la moneda en la envelopa. Una moneda en cada envelopa. Ah, 20 céntimos.
Ah, una melopa. Me detenimos en la melopa. Con los labios. La melopa para ti. Una melopa para ti. Oh, no, te caigo. Es una acción política. Con la fenestra, sí. Una melopa. Para cada persona. Die einen feiern ihn als Superstar der Linken, für die anderen ist er das Enfant terrible der Philosophie. Er selber mag keine Fremdzuschreibungen und deshalb frage ich ihn lieber gleich selbst. Slavoj Žižek, wer sind Sie? But now about the pandemic, about coronavirus. I just have to say this, my most secret wish is now coming true. Communism. Communism, it will be so because we need once more now than ever, we need global healthcare system. We need global mechanics. Nationalist populism, it will not work. Our medieval system of like all everyone for its own. It's not even about solidarity, no. Even in the most rational, egotistic sense, we have to collaborate. We have to work together on a global scale. We have to rethink the economy. We cannot go back to normal. Even if we think, oh, we have to just let the virus do its work and so on. Even if we, in the most biological, vitalist sense, you could say, oh, we let it do, we get rid of the weak, the elderly, and then even a stronger generation in elders. But I say no. I believe in human as a spiritual being, so no, this is not possible. And then this is now a moment to reflect, to think very well, to think what it is, what it means to be human, that we are very fragile beings. Globally, but also we are fragile human beings. We have to think about this. Ik voel me zo verdomd alleen. Niemand om me heen. Wat moet ik nou? Ik ben helemaal niet zonder jou. Happy birthday helemaal alleen. To me. Dear apprentice, I think we can commence with a clean slate now. And that clean slate brings along some particular opportunities with it. Yes, my lord. De angst en de wanorde zorgen voor grote kansen in ons Vlaanderen. Isn't it in our best interest to use this collective stupefaction to our advantage? Forceful interrogation yields brings people into a deep state of disorientation and shock and makes them willing to make concessions against their wills and don't stand their ground in favor of their self-interest. Yes, my lord. Yes, my lord. In that very moment of shock, yes, the trust. People lose their self-image in the world and are seemingly dead. Makes them receptive for anything and everything. Tabula rasa. Slanway two. A blank page on which the newest and luscious words can be written. Nee, niet zwazen, hè. Geloof ik er juist niks van dat die aanlimmers kijkt naar die onnozel en quarantaine en televisie. Dat wil ik beter doen, zeker. Een paar schoon filmpjes, hè. Zoals, ik weet het niet, een Titanic, de Gladiator, de Lord of the Rings, schoon klassiekers. Daar willen de mensen nog zien. Niet als van je kindertelevisie. Hé daar, thuis. Thuisblijven. Ik ben Titus de Voogd. Ik ben Titus de Voogd. Als ik in bad zit, en als ik niet puzzel, dan kijk ik quarantaine TV. Oefening, video. Dat is de Voogd. De voordeur die blijft deze dagen gesloten. En dat is geen enkel probleem. Maar wat zo'n gesloten deur veel fijner maakt, is af en toe even te openen en dan te schreeuwen wat er in de kursus staat. Oké? Okay? Ik denk dat ik vandaag lekker thuis ben. 1, 2, 3. Let's go!
We redden de grote bedrijven. De economie moet groeien. We redden de grote bedrijven. De economie moet groeien. Tell the people what you're here for. Woorden zijn niet altijd lief. Briesen ook gevaar. De nachtmerrie is daar. Waarom die zo'n grote lippen heeft? Omdat hij likt en smult van zijn eigen gebrul en gelul. Waarom die zo'n grote handen heeft? Omdat hij grijpt en toeknijpt de kelen van zovelen. Waarom die zo'n grote tanden heeft? Omdat hij scheurt en bijt. De dromen van samen gaan en samen komen. Finally, nature has broken me, and as the last droplets of life leave my broken and shattered body, a solemn verse of Lord Byron passes my mind. There is a pleasure in the pathless woods. There is a rapture on the lonely shore. There is a society where none intrudes. By the deep sea, and music in its roar. I love not man the less, but nature more. Oh my God, you can't be fucking sick! There's something going on, Maria. Go to Brussels. Go to Paris.